terug naar de middelbare school. Waar woon je eigenlijk? Bosbrand! Heb je een rekenmachine of examenstand? Oh, wat heb je nou opgeklikt? Ik heb gewoon naar mijn... Maar zo nieuws lezen. Hoi, ik ben Lia en welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag ben ik met... Shalisa. En waar kunnen we jou van kennen? Van Junior Song of van Just Like Me. En ik heb in oktober een single uitgebracht, Not Alone. Yay! Yes! Dus, wij kennen elkaar van Junior Song. Ja. Ik was kinderjury in het jaar dat Shalisa meedeed en ook heeft gewonnen. We go way back. En wij gaan vandaag een examen challenge doen. Vraag ons niet waarom. Want we're gonna die. We gaan het examen wiskunde opnieuw maken. Of nee, opnieuw. We gaan het examen wiskunde van 2018 maken. Ja. Ik heb vorig jaar examen gedaan. Ik en ook. En jij ook. Ja. We zijn allebei geslaagd. Yes. En ik kan me nog wel herinneren van vorig jaar dat dit wiskunde examen echt verschrikkelijk. Ja. Toen ik thuis kwam, ik ging huilen. Echt? Ja, ik dacht ik ben gezakt. Oh, ik moest nee. Zo hard huilen. Ik werd ook wel echt heel ongelukkig van deze. Wat had je voor je examen wiskunde? 5,3. Echt? Ik had een 4,7. Oh. Maar ik haal altijd wel gewoon een 6, zeg maar, voor wiskunde. Nee, ik niet hoor. Ik stond ook op 5,2. Oh, shit. Ja, dat is echt bizar. Oh, shit. Ik moest ook echt, ik moest minimaal een 3,7 halen. En iedereen zat, oh, dat lukt je wel. En toen ik, zeg maar, had nagekeken, wel heel streng. En wat ik kon nakijken, had ik nagekeken. En toen stond hij op tussen de 1,7 en de 3,7. En toen dacht ik echt, I'm gonna die, want dan meer ik word nooit 2. Nou, anyways, we gaan dus onszelf weer de hel ingooien. Ja. Terug naar de middelbare school. We hebben hier het examen. En kleurtjes. En ja, de kleurstiften die we even die nodig hebben. Formuleblad. Oh nee! Maar dit kan, dit kan ons helpen. Trouwbaarheidsintervallen. Ik krijg gewoon kriebels als ik er naar kijk gewoon. Nou, even kijken. Staat er nog wat regels aan de voorkant? Of, Ik heb de voorkant al heel snel ingegaan. Waar is de voorkant? Oh, daar. Oh, hier. Dit examen bestaat uit 21 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 6. Die ging je dit ook altijd onderstrepen? Nee. Oh, dan wist ik hoeveel punten ik moest halen om. Ik weet het nu niet meer, maar om zeg maar misschien een voldoende te halen. Echt? In ieder geval, als ik dan ging rekenen, dan ging ik zo van. Oh okay, ja. Als het in ieder geval over de helft zit, ongeveer. Ja, ja. Oké, okay, nou. Het kan ik van. Wil je naam opschrijven, hè? Oh ja. Dat is wat je leert in de kleuterklas, Jules. Ik snap het alleen nooit hoe mensen bij een examen konden vergeten mijn naam op te schrijven. Dat kan ik ook niet. Want ik doe dat automatisch. Al ja. Als je een proeftoets, je ja, maar het is ook gewoon... Kijk, je kan het toch niet aan als zeg maar dit leeg blijft? Zeg maar dit kleine dingetje, als het leeg blijft? Ja. Dat is toch storend? Kandidaatnummer. Wat? Ik weet niet meer... Volgens mij ik weet het nog! Ik had 5 of zo. 102442. Wauw, dat ik dat nog weet. Nou, ik heb er 5 jaar mee rondgelopen, dus misschien ook wel beter dat ik het weet. Anders is ik echt wel een heel slecht geheugen, maar goed. Of ik had 17. Volgens mij had ik op de MAVO 5. En dan waren we 80 examenleerlingen. Wow. En hier volgens mij we hadden het gewoon van de school. Zeg maar, ik heb gewoon mijn hele leven lang met 102,42 rondgelopen. Dat was 5 jaar lang. Echt? Ja. Oh, dat is best wel... Ja, bij ons was het gewoon ja, alleen maar de examenkandidaten gewoon op dat moment. Oh. Want je moest ook echt je nummer opzoeken, weet je wel, in de examen. Oh. Moest je dat niet? Nee. Mocht je gewoon zitten waar je wilde? Oh, jawel, jawel, dat wel. Ja. Ik kreeg een bordje. Ja, precies. Dat was zo spannend. Oké, okay, zullen we het even misschien voorlezen? Ja, doe maar. Oké. Okay. Komt ie, ready? In de zomer kan in natuurgebieden met veel bos gemakkelijk brand ontstaan. Het risico op bosbrand wordt vooral bepaald door de temperatuur van de lucht. Dan moet je hem even ondersteunen. Ik zou het even Om het risico op bosbrand goed in beeld te krijgen, wordt gebruik gemaakt van een brandgevaarindex. Oh my god. In Scandinavië gebruikt men als brandgevaarindex de Angstrom-index. Die wordt berekend met de volgende formule. Let op, jongens. Ja. I, kleine a, is V gedeeld door 20 plus 27 min T gedeeld door 10. Hierin is de ODI, de Armstrong-index, de V de relatieve luchtvochtigheid, ja in procenten, en T de temperatuur in graden. De relatieve luchtvochtigheid, V geeft de hoeveelheid vocht in de lucht aan, ten opzichte van de hoeveelheid vocht die de lucht maximaal kan bevatten. Holy!
De relatieve luchtvochtigheid geeft de hoeveelheid vocht in de lucht aan ten opzichte van de hoeveelheid vocht. Oh ja, zo. Het is gewoon een verhouding. Wacht, ik snap het wel, denk ik. Ja, ik denk dat ook wel. Want je moet nu berekenen de minimale en de maximale waarde. Oh, de minimale en de maximale, dat is wel kut. Oké, temperatuur van 24 graden. Dus dan is T. T is min 24. Dus dan krijg je 27 min 24. Wat is V? Oh, die weet je niet. Relatieve luchtvochtigheid. Oh, de relatieve, luchtvochtigheid kan niet meer dan 100% zijn. Dus dan moet je eigenlijk toch gewoon... Dan is de maximale waarde 100%. Is 100% en de minimale waarde is 0. Waarde. Dat is het. Ja, maar je moet toch de minimale en de maximale waarde uit. Ja, het kan natuurlijk ook min ja, zijn of zo. Dat is echt heel veel. Anders doen we... Oh, wacht even. Dit is... 100 gedeeld door 20 is... 5. Dus de maximale index is... Ja, max. Oké. Max is... Ik was altijd van de verhalen opschrijven. Dus ik ging altijd bijvoorbeeld gewoon lullen. Helemaal alles uitschrijven. En dan had ik altijd nog het geluk dat ik ergens een puntje uit kon halen. Maar vooral met bijvoorbeeld geschiedenis of zo. Ja. Dan zat ik te lullen voor mijn leven. Wow. Nou, wat ik wel deed, was wel in mijn woordenboek gewoon dingen zetten. Ik durfde dat niet. Misschien ben ik echt een pussy. Maar... Als we dit goed hebben, vind ik het al knap. Ik ook. Dat is echt... Het is gewoon bizar eigenlijk dat je 5 jaar lang, tenminste... Jij misschien nog wel langer op de maat. Zes jaar. Totaal. Dat je gewoon dan met wiskunde bezig bent, ongeveer. En dat ik het nu gewoon ook gewoon niet meer weet. We zeiden net ook al tegen elkaar van, jij hebt ook examentraining gehad, toch? En dan betaal je gewoon bakken met geld voor. En wat onthoud je er nou van, weet je wel? En ook bij die examentraining, ik had dus nog een 4,7. Ja, dat is ook kut. Maar aan de andere kant zei mijn moeder, als je die examentraining niet had en niet 2 uur extra wiskunde in de week, gewoon elke week. Ja, oh god. Ja, en gewoon bij les van je broer, wat had je dan? Had je een -1 of zo, weet je wel? Dan had je misschien alleen je naam opgeschreven wat goed was. Dat is echt, dus misschien heb ik er wel wat aan gehad, maar aan de andere kant... Ik kan me nog wel herinneren dat mijn wiskunde docent het examen ook wel een beetje pissig over was. Ja. Dat hij het niet leuk vond. Ik had 2 wiskunde docenten dus eigenlijk, want ik vond eentje vond ik gewoon slecht. Je had er gewoon niet genoeg aan. Nou, eentje die ik weet niet, die was gewoon zo... Ze was best wel oud en ze was gewoon... Op een gegeven moment, bij VWO hoorde ik ook verhalen dat mensen aan haar de stof moesten uitleggen. En wij vroegen op een gegeven moment aan haar, wat is de examenstof? Ja, dat weet ik nog even niet. Ik dacht, nou oké. Zet het zelf op internet dan, dankjewel. Ja, get your shit together, weet je wel. En toen ging ik maar gewoon naar een andere docent, 2 keer in de week, wiskunde lopen. Moest ik ook gewoon... Het is wel stom eigenlijk dat de school je dat dan niet kan bieden, zeg maar. Ja. Nou ja, zij was gewoon, moest gewoon met pensioen gaan eigenlijk. Ja, omdat ik had niks aan haar. Oké, ik zat nu te denken, als we dan die 27 min 24 doen voor de minimale waarde. We zijn al bij het tweede helft van de eerste vraag. Jezus. wij gaan dit echt niet afmaken, of echt niet? We zoeken straks gewoon nog de allerleukste opgave uit en dan... Ik ben wel benieuwd hoeveel punten we zouden halen. Mm-hmm. Hoeveel punten zouden we halen na een jaar? Dat is echt, dat is gewoon, eigenlijk moet je dit nou zo naar onze scholen sturen, weet je. Drop. Oh, shit. Mic drop. Nou, dan mag jij deze setting gaan. Ja. Ik heb echt de hele kamer omgebouwd, jongens, om deze video te maken. Waar is die? Die minima, ik weet niet hoe. Ik weet gewoon niet meer. Ik weet het ook gewoon niet meer. Maar ik weet wel dat je dan volgens mij een minima... Dit kan je toch in je rekenmachine doen en dan zo'n tabelletje of zo? En dan... Oh ja, dat kan ook nog. Ik heb geen idee. V gedeeld 20 plus 0,3 is... Ja, dat weet je dan ook niet, hè? Zullen we de volgende vraag doen? Ja, oké. Okay. Min weten we niet. Oké. Hoe lager de waarde van IA... op een bepaalde zomerdag is de relatieve luchtvochtigheid 35. Dus dan is V is 35. Waar staat dat? Oh, daar. Oké. Okay. Waar staat dat? Hoezo bepaal jij dat? Ja. Bereken bij welke temperaturen er op deze dag sprake is van een zeer groot risico op dan moet je bosbrand! Ik moet huilen. Ik heb nog 3 jaar VWO gedaan ook eigenlijk. Echt? Ja. Ja, hallo. Ik heb
4 jaar MAVO gedaan en daarna 2 jaar HAVO. Ja. Nee, jij bent zeg maar hoger begonnen en ik ben lager begonnen. Dus ik had, echt, ik had het zwaar op de HAVO. Ja, snap ik wel. Ik had ook wel zwaar hoor, uiteindelijk. Ja? Ja. Oké, hoe gaan we dus berekenen? Met welke je bent er ook meteen helemaal gefrustreerd en depressief van. En, en gewoon ook gewoon je geeft. Als je dan leest, ook gewoon. Maar ik heb ook heel erg zoiets van: why are we doing this? Ik dacht, ik ga letterlijk een serie beginnen met examens maken gewoon maar. Ja. Dat gaan we niet doen hoor. Dat gaan we gewoon niet doen. Ja, maar stel je voor dat je nu nog geschiedenis moet maken. Dit is nog wel een soort van grappig om te doen. Ja. Yeah. Maar geschiedenis is gewoon lezen. Of Engels of Nederlands of zo. Duits. Duits is ook kut. Ik vind geen Duits. Dat is Frans. Ja, ik had op de MAVO Duits gekozen. Omdat ik dacht dat ik er goed in was. Maar ik had gewoon een docent die... Ik had echt een docent die gewoon zei... Die makkelijk nakijkt. Ja, die zei van, jongens, toetsen best wel slecht gemaakt. Dus ik heb gewoon 2 punten hoger gedaan bij iedereen. Of dan moest je hem herkansen en dan deed hij 3 zinnetjes, 2 woordjes. En dan zei hij, ja, 10. Dus ik dacht, yo, Frans staat 5 of goed zo. In Duits. Ja. Dus ik dacht, wow, we're going for this. En toen kwam ik bij Duits. Een jaar daarna zei ze, iedereen die hem heeft gehad is een achterstand Duits. En het achterstand is gewoon nooit meer ingehaald. Gewoon nooit. Ja, wat had je uiteindelijk op je examen? 7,2 of zo. Wauw. Of 6, nee, 6,3. Ja, we gaan hem niet overdrijven. Niet overdrijven, Jules. Ik was nog blij hoor. Jongens, examens zijn altijd stress. Maar ook nu iedereen het weer doet, herleef ik het weer op mijn hoofd of zo, weet je wel. Ik heb zoiets van, als ik nu dit lees, deze boekjes zie, dan heb ik iets van, oh ja. En dat ik ook, ik net ook al tegen jou, dat ik ook bijvoorbeeld als ik dan examen moest doen, dat ik dan letterlijk ging nadenken over wat ik aantrok. Ja. Maar ook echt in, niet zeg maar in de zin van, oh dit staat leuk bij elkaar, maar meer in de zin van, zit het goed? En ja, maar ik ga dit niet kraken. Ja. En zitten allemaal ritsjes aan mijn jas? En, ja, zit het wel lekker? Gaat het niet plakken aan de stoel of zo? Ja. Oh, ik heb dus wel vaak ook een leren broek aan. En ik herinner dan nog wel van die toetsen van school. Dat als ik die aan had en ik ging verplaatsen op mijn stoel. En was het echt zo door klassenkaak. Oh ja. Dus ik had echt met die examens geen leren broek aan. Soms was die hadden ook gewoon een korte broek aan of zo. Gewoon een hemdje. Maar in die examens was het best wel vaak koud. Best wel goed of heet. Ja, bij ons was het eigenlijk bijna altijd koud. Oh. Dus ik wist dan gewoon van, weet je, dan was het heel kut voor je examen. Maar dan, daarna had je het gewoon niet koud. Ja. En gewoon lekker vest of sweater meegenomen. Dat is gewoon een goeie. Ja. Gewoon niet te moeilijk nemen. En ik had altijd volgens mij een knot in. Echt altijd. Ja, ik een staart of een knot. Hoppatee. Maar gewoon dat bizar dat je daar dan druk om maakt. Terwijl je in je examen zit. Inderdaad, ja, maar ik maakte me alle zorgen. Ik dacht ook, als je dan zo lang op je stoel had gezeten, had je echt zo'n zweetreet, weet je wel. Yeah. En dan wilde ik ook gewoon niet als eerste weglopen. Want dan dacht ik echt, ja, ik weet niet hoe dat eruit ziet als je wegloopt. Maar je zag het nooit, weet je wel. Want nee, gewoon, iedereen het gaat niet door je broek heen. Ik was eerder ook bang om mijn concentratie. Dat is ook wel echt, als jullie nog een keer examen gaan doen, of misschien herexamen moeten doen, wat eigenlijk nog erger is. Oh. Dan tenminste, ik was bang altijd dat ik last zou hebben van mijn concentratie. Maar ik denk dat als je het traint. En als je bijvoorbeeld thuis gewoon examens gaat maken. En niet te lui doet. Dus dat je het ook echt doet, zeg maar. Mm-hmm. En dat je dan dat wel ontwikkelt. Ja. Het concentratie van nu. Kijk, nu zijn we ook zo goed bezig. Onze concentratie is zo hoog. Ja. Ja, maar het is ook... Ik ging dan ook gewoon echt examens maken. En gewoon dat ik had echt een planning voor mezelf. Van je gaat dan een geschiedenisexamen maken. En dan ga je weer een hoofdstuk van MAW leren. En dan, weet je, als je het niet doet, dan weet je niet hoe het is. En je hebt ook van die proefexamens op school. En ik ben er eentje gegaan volgens mij. Maar doe het gewoon, weet je wel. Ga gewoon even naar één proefexamen. Al maak je die toets niet, je weet gewoon even hoe het is. Ja. Want ik kon me bijvoorbeeld al druk maken om... Hoe we het lokaal binnen moesten lopen en waar je tafel ontstond en hoe je dat moest opzoeken en hoe dat allemaal begon en wanneer je naar de wc mocht en al die dingen, dan heb je die stress in ieder geval niet meer. Ja, maar dan weet je hoe het werkt. Ja. Oké, volgende. Ja. We zetten het gewoon door. Oh ja, we hadden iets, hè? Ja. V is 35. V is 35 en zeer groot is kleiner dan 2. Oh, maar dan is het gewoon... Denk ik 0, 1 en 2. Of niet? Plus 27 min t, die weet je dus niet.
Wauw. Hoe weet jij dit allemaal nog? Ik weet het eigenlijk ook niet. Ik denk dat het gewoon een automatisme is of zoiets. Ja, maar ik denk ook dat jij dit ook best wel wat langer hebt gehad of zo. Want ik heb denk ik 1 jaar. Echt? Formules herdingen ze gewoon. Dat algebra. Echt waar? Ja. Dus dan is, bij mij is het gewoon helemaal weg. Het is gewoon... Ja, het is gewoon gone. Hallo, het kan niet 44,5 graden zijn. Ja, dan is het natuurlijk een zeer groot risico op bosbrand als het 44,5 graden is. Dus wat dat betreft kan het dan weer wel. Dit, ik heb deze dingen opgelost. Ik ging even, ondertussen dat zij de SD-kaart ging leegmaken, ging ik even gewoon echt een wijsneus eigenlijk, hè? Ja. Misschien dat ik toch maar iets meer met wiskunde moet doen. Ze zegt ook, ja, ik mis het toch wel. Ik zeg, wat? Ik zeg, wiskunde? Ik weet niet, het is wel, zeg maar, het gevoel dat het misschien wel weer, zeg maar, dat ik... Dat is het gevoel dat je slim bent. Ja, daar ga ik wel lekker op. Nee, dat het gewoon is. Mijn ego gaat hier van omhoog. Ja. Oh god. Oké, nou, dit is allemaal hartstikke leuk. Ik denk dat hier moet je een verhaal opschrijven. In woorden waarom de formule hiermee in overeenstemming is. Skip. Oké, staat het de achterkant? Oh, nee. Ja, zin in een exponentiële formule? Wat is dat nou ook alweer? Waar staat dat? Hier. Hier, dit is een exponentiële formule. Doe. Letterlijk. Zal ik hem even opnoemen? IC is, haakje, 216 min 2,84 V plus 1,12 T, haakje, dicht, keer 0,97 V. V in het kwadraat. Prima, toch? Met zin in? Ja. Dat was trouwens mijn redding. Gewoon mijn hoogtepuntje van de dag elke keer tijdens mijn examens, die memes. Yeah. Dat vond ik echt top. Dan voelde je echt een soort van verbondenheid met iedereen in Nederland die ook die toets had gemaakt. En die dit kut vond en dat kut vond. Of met geschiedenis, dat er gewoon 2 kenmerkende aspecten in zaten of zo. Echt ja, dat lijnen. Je al die dingen uit je hoofd hebt geleerd. Oh my ja. God. En gewoon dat voelt Hitler niet in het examen voorkwam, maar David Bowie wel. Gewoon zulke dingen. Het is toch ook nergens. Op die laatste vraag heb ik gewoon niet ingevuld. Dat is toch over over muziekdingen en zo. Welke merk aspect aansloot op David Bowie en zo. Oh ja. Echt nou. Dat was moeilijk wel. Ja, hè? Dat snapte ik echt niet. Dat was moeilijk. Sowieso volgens mij, iedereen leert die kenmerkende aspecten wel. Maar bij de laatste, sowieso bij het laatste hoofdstuk van geschiedenis, is ze van... En toen kwamen de computers, toen was alles weer goed. Doeg. Niemand leert dat echt nog of zo. Ja, niemand denkt echt, oh dat moet ik echt leren. Iedereen denkt van, nou het is gewoon nu, weet je. Computers! Ja. I know how that works. Ja, maar echt. Oh nee, weet je nog wat de standaardafwijking is? Wauw! Staat er niet echt. Maar al die mensen van die nu examens hebben gedaan, die zitten ons echt heel erg uit te lachen. Ja, maar wij hebben ook examen gedaan en wij wisten dit ook. Wacht maar, over een jaar weet je het niet meer. Echt. Dit kunnen we ook doen. Welke is dat? Dish. 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 Dit is. Ik was zo blij dat wij deze niet op de examens hebben gehad. Want ik snapte hier geen hol van. Het feit dat die hokjes niet zeg maar gelijk zijn. Ja, dat is toch gewoon. Nee, daar ben ik hier toch gewoon niet helemaal goed van. Dat irriteert me al. En dan denk ik al, wat is dit? Zeg maar. Wacht. Hier heb je gewoon vierkantjes. Ja. Dus dat stelt je dan nog een soort van gerust. Maar. Ik wil het niet eens proberen hoor. Ik ga het niet doen. Waar woon je eigenlijk? Bij Horen. Oh, waar ligt dat? Ook eerst nog die. Oh, waar ligt dat? Is dat ook bij Alkmaar in de buurt? Wow, ongeveer. Dat is best wel ver, ja. Scholier.com die had zo'n sketch gemaakt. En die zei van wanneer 2 mensen hetzelfde antwoord hebben en ook gelijk van overtuigd zijn dat ze dan het goede antwoord hebben. Ja. Yeah. Dat was echt zo. Als dan vond je vriendinnen die hadden dan hetzelfde antwoord en jij niet, dan was van ja, dit is sowieso goed, weet je wel. Dan dacht ik echt van... Oh, standaardafwijking, dat is zeg maar als je... Ik besefte dat ik heel hard praatte toen ik deze was. En de ene die zegt dat de laatste vraag de moeilijkste is. En die ging ook echt om heel veel punten. Ja. Wauw, 8 punten. Voetafdruk heet die. We gaan vraag 21 met de 8 punten halen. En dan gaan we kijken hoeveel punten we hebben gehaald. Oké. Okay? Laatste vraag, voetafdruk.
lees voor Jules. Oké. Go for it. De ecologische. Dus dat ik ecologisch in. Hadden jullie trouwens ook dat je pas na anderhalf uur mag plassen of zo? Nee. Echt? Nee. Na een ander uur mocht je pas daaruit, ja, toch? Ja, zoiets of zo. Ja. Dat ik echt dacht van, wat is dit voor bullshit? Nou, ik was rustig dat hier bezig met mijn examen. Nou, ik ging wel een keertje plassen. Ik moest gewoon echt plassen. En toen ging gewoon zo'n man, die ging mee. En die ging op buiten de wc staan. Ja. En toen dacht ik echt, laat me gewoon rustig plassen. Want nu kan ik niet plassen. De ecologische voetafdruk is de hoeveelheid aardoppervlak die iemand jaarlijks nodig heeft vanwege zijn manier van leven. Ik snap niet eens wat hier staat. Ik ook niet eigenlijk. Is de totale voetafdruk meer dan 10 miljard MAA, dan zal de aarde op den duur uitgeput raken. Ik zou gewoon, als ik dit lees, denken, I'm done. Ik leef er nu gewoon in. Gewoon paniek. Ja. En gewoon mensen ook, 8 punten, hè? Ja, maar ook gewoon mensen om me heen kijken van, doen jullie deze vraag wel? Dat, was altijd wat chill dat je mocht eten. Ja, hè? Oh, je SD-kaart is weer vol. Hou op. Zijn we al nog een keer terug? Ja, sorry hoor. SD-kaart. Nou, zij hebben er niet zoveel last van, want zij hebben gewoon een knip. Oké, ik heb dus even de antwoorden opgezocht. Ja, we stoppen er trouwens mee. Voor het geval dat je denkt, hoezo, ga je naar de antwoorden? We hebben 1 opgave. Nee, we hebben 1 opgave. Niet eens. Gewoon de helft daarvan hebben we gedaan. Dat is waar. Oh, maar, weet je hoeveel punten we hebben? We hebben 1 punt. Dat idee van mij was wel, zeg maar, ja, goed. Ja, het was wel goed. Dat 0. Dus ik heb het gewoon proefelijk afgekapt. Nee, dat weet je niet zeker. Dus dan moet je eigenlijk toch gewoon... Dan is de maximale waarde 100%. Is 100% en de minimale waarde is 0 waarde. Dat weet je niet, toch? Oh my god, als je neer had gezet, V is minimaal 0 en maximaal 100, dan krijg je gewoon 1 punt. Echt? Oh, dat is super slim. Okay, dus we hebben 1 punt. De conclusie, wij zouden niet slagen. Nee. En na een jaar gaat het gewoon echt weg uit je hoofd. Gewoon. Gaat gewoon echt. En bij jou zit er dan nog wel wat meer in, want je hebt het langer gehad. Langer termijn geheugen. Ik kan nog vergelijkingen maken. Ja, ik kan niks. Je kan niks. Dus, bij deze, dit was onze examen. Don't try this at all. Ja, nou, je weet nu wel onze examenervaringen, dus als je nog... Als jullie nog tips nodig hebben. Ja, als jullie nog herkansen moeten herkansen, bedoel ik. Veel succes. Ja, zet go for it. Doe iets beter dan wij. Ik hoop dat jullie allemaal geslaagd zijn. Of je nou VMBO doet, HAVO, kader, VMBO. En laat even weten, denk ik, in de reacties hoe jouw examens zijn gegaan. Ja, en laat weten of je geslaagd bent. Ja. 14 juni of zo? 14 juni, ja. Zoiets? Of juni. Nee, juni al sowieso. Juni. Juni. Ja, maar juni krijg je een diploma toch pas? Juni is volgens mij de beldatum. Echt? Ja. Wow, dan moet je echt lang wachten. Gewoon vergeten alweer. Ja. Top. Nou, dus, jongens. Tot de volgende keer. Ja. Was leuk. Het doei! En volg jullie zo maar even. Shit staat in de beschrijving. Wat staat er in de beschrijving? Oh ja. Je gebeuren. Doei! Dag!